Hallo allemaal, nog even als respons. Ik kreeg van een viewer een respons op mijn video van de woningmarkt in Nederland. En zijn respons was als volgt, even samengevat, hè, dat er worden maar huizen en huizen bijgebouwd, dus je hebt heel veel aanbod, zijn respons. En er zijn een paar factoren die eigenlijk de vraag gaan verminderen. Namelijk, hij had het erover, vergrijzing, nou ja, je bent oud, hè, dus uiteindelijk val je ook eruit, want die vergrijzing heb je een grotere mortaliteit met mensen die sterven. Daarnaast komen geen kinderen bij, hè, dus minder baby's, dus minder nieuwe aanwas. Dus twee factoren die de vraag zouden drukken. Dat is zijn respons. En eigenlijk gaf hij dus aan, mensen die nu een huis hebben gekocht tegen een relatief hoge prijs, zitten in een financiële debt trap. Waarom? Omdat die relatief hoge prijs, die gaat zakken qua echte waarde, hè, want het is minder vraag. Terwijl de hypotheek hetzelfde blijft en dat is je schuld. Dus je huis komt als het ware onder water te staan. Nou, mijn respons erop zijn eigenlijk een paar dingetjes. Hè. Laten we het even opsplitsen. Eerst aan het bijbouwen. Er worden wel woningen bijgebouwd, maar veel minder op dit moment dan dat de vraag is. Dus eigenlijk zijn het aantal bijgebouwde woningen, ook ten opzichte van de projecties, zijn eigenlijk een stuk achtergebleven. Dat zou de vraag verhogen. Dan nog de andere factoren die worden genoemd. Eén is dus die vergrijzing. Nou, dat is zeker een punt wat speelt. Ja, daar heb je gelijk in. Maar aan de andere kant, toch neemt de bevolking toe. En hoe komt dat dan als er minder baby's geboren worden? Ja, want daar heb je gelijk in. In ieder geval baby's van autochtone Nederlanders die oorspronkelijk hier woonden. Ja, of al een tijdje hier wonen, meerdere generaties. Dan komt dat de migratie nog steeds meespeelt. Dus er komt van buitenaf een invloedsel van mensen die ook een woning willen hebben. Ik had het al kort in mijn video aangetipt, hè, dat het natuurlijk ook meespeelde in de vraag. Maar dat is misschien even de verduidelijking daarvan. De andere stukje is natuurlijk dit nog. Kijk, wat hij zegt klopt wel, maar er speelt natuurlijk ook een grote inflatie mee. Nou, als je dus een huur hebt, dan wordt die elk jaar met de inflatie gecorrigeerd, geïndexeerd, zo gezegd. Of misschien nog wel iets erboven of iets eronder, dat hangt een beetje vanaf. Maar in ieder geval, die huurprijs stijgt, dus jouw maandelijkse kosten stijgen. Terwijl met een hypotheek blijven je maandelijkse kosten, tenzij de rente opnieuw geëvalueerd wordt en eventueel verhoogd wordt, blijven eigenlijk gelijk. Hè? Dus met de huur is gaan stijgen als je huurt en als je koopprijs die gelijk, of neemt je zelfs af wat je al een stukje hebt afgelost. Dus dat is één ding. En tweede is, als er steeds een indexering is, dan is het oorspronkelijk geleend bedrag wordt eigenlijk steeds minder waard. Dus eigenlijk, die schuld die je hebt, als je dan opnieuw een huis zou moeten kopen, bijvoorbeeld over een paar jaar later, zou je een veel groter bedrag neer moeten leggen. Nog even los van de stijgingen, los van de inflatie. Dus er zijn wel een paar dingen die meespelen. En kijk, huizen kan je niet zo makkelijk bijmaken. Waarom? Je hebt natuurlijk een gelimiteerd grondgebied, zoals in elk land, ook in Nederland. Maar ook omdat het door al die regels steeds moeilijker en duurder wordt, wat ik ook in de vorige video heb aangehaald, is dat toch wel lastig. Aan de andere kant, dat stukje van die debt trap, heb je wel wat gelijk in. Kijk, als er iets misgaat en je wil snel acteren, dan kan het natuurlijk veel minder snel met een huurwoning, waar je misschien een maand of 3 maanden opzegtermijn hebt, ten opzichte van een huis waar een hypotheek een schuld aan hangt, die moet je dan verkopen. Dat duurt mogelijk langer. Kan ook korter duren, hè? Maar kan ook langer duren. En dat is de vraag wat je er dan voor terug krijgt. Zeker als je al een minuut door moet pakken en dus eigenlijk kwetsbaarder bent, omdat je bijna elke vraag moet accepteren. Er zijn natuurlijk altijd manieren om dat te mitigeren. Je zou je huis bijvoorbeeld wat je hebt gekocht ook tijdelijk kunnen verhuren tot je een goede koper vindt. Ja, omdat er dus behoorlijk veel vraag aan is. Maar dat speelt toch wel mee. Je zit eigenlijk vast. Ja? En met een huurwoning is meer losvast, want je kan, zolang jij daar blijft zitten in Nederland, ben je goed beschermd als huurder, heel goed. Dus ze kunnen je niet zomaar eruit gooien aan de ene kant. Maar aan de andere kant, jij kan wel makkelijk je huur opzeggen en dan weer doorpakken. En dan naar een ander gebied reizen, bijvoorbeeld dichter bij je werk als je een nieuwe baan krijgt. Maar soms ook naar het buitenland eventueel als je dat zou willen. Dus dat maakt het wel, die flexibiliteit, een extra dimensie. Wat dan weer aan die trap te relateren is. Financiële debt trap, dat kan. Hangt er echt heel erg vanaf. Zeker als je lange termijn in een bepaald gebied blijft wonen, maakt dat niet zo heel veel uit. Waarom?
je hebt wel zo'n bubbel die inderdaad kan barsten, waardoor het minder waard wordt. Maar als je dan iets langer vasthoudt, is de natuurlijke aard weer dat toch inflatie en dergelijke de huizenprijzen toch omhoog zullen stuwen. En vaak presteren ze flink boven de inflatie. Zodat inflatie 2% is, dat bijvoorbeeld de huizenwaarde gemiddeld stijgt met 4%. Dus dat is ongeveer het dubbele dan. Even de orde grootte. Nogmaals, ik ben niet een financieel adviseur, maar gewoon even een kleine visie die misschien daarbij meegenomen kan worden. En wat gewoon dingen die je zelf kan overwegen. En dan kan je kijken, vind ik het waar, vind ik het niet waar. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Uit.